De mensen doen dat allemaal fantastisch. Geweldige sfeer. Hele mooie lichting. Nieuwe hengsten. Vorig jaar hebben ze hier kunnen zien in de tweede bezichtiging. Daarna de voorrijdagen. Daarna in het IP-Center Wexel. De onderzoeken, centraal onderzoek. En nu weer een speciaal moment. Mechtelt van der Kooi komt eraan. Voorzitter van de vereniging Fries Stagpaard. Met een van de bestuursleden. Want we gaan naar de uitrekking Silver Bowl. En ik heb hem daar in de verte al zien lopen. We gaan het woord geven zo dadelijk aan Mechtelt van der Kooi. De dames die zijn in aantocht met de Silver Bowl. Zien de Jan Ruimakers aankomen, adviseur, bestuur KFPS. En Mechtelt die zei me, Bert, lees jij die tekst maar op, die hoort bij de Silver Bowl. Dan gaan we dat doen. Dames en heren, de Silver Bowl staat weer te blinken en staat te wachten op de winnaar van het vorig jaar, 2023. Prijs die beschikbaar is gesteld door de familie Witteveen uit Canada. En wordt uitgereikt aan de nationaal kampioen Friese stamboekhengsten voor de Chase. Laatste maal vorig jaar was het Nane 492 die de prijs in ontvangst mocht nemen. De keer daarvoor Rommert 489 en vier keer ervoor wist IJssen 489 de titel op te eisen. Ook Torben 466, Tjada 483 viel de eer te beurt om deze fraaie Silver Bowl in ontvangst te nemen. En in dezezelfde piste waar ik nu sta tijdens Indoor Friesland wist Jurre 495 historie geschiedenis te schrijven. Op glansrijke wijze wist hij het kampioenschap in de wacht te slepen. Wat een prachtige prestatie voor deze vijfvoudig winnaar van de hengstekeuring. Hij treedt nu sportief in de voetsporen van zijn ex-stalgenoot IJssen 489 die naar Amerika is verhuisd. En ik ga al een beetje vragen of hij deze kant op komt. Dames en heren, de Silver Bowl wordt binnengebracht door onze linterdames. En de winnaar van de Silver Bowl komt binnen. De one and only, vijfvoudig kampioen hengstenkeuring. Kampioen der hengsten voor de Chase. Hier is Jurre 495. En daar gaan we even voor staan. Kijk eens hoe mooi, met Jelmer daarachter. Wat een hengst, kampioen. Dekhengsten voor de Chase. Vijfmaal kampioen op de hengstenkeuring. En dat applaus mag luider, dat applaus mag harder. Voor de one and only, Jurre 495. Ja, wat een binnenkomst. Wat een hengst. De Silver Bowl in handen van de Jan Ruimakers. Samen met Mechtelt van der Kooi, voorzitter van de vereniging Fries Stuifpaard. Richting de mensen die daarbij horen. Ja, Jelmer zegt tegen de familie, kom er ook bij. In dit geval mag dat hoor. Natuurlijk, eigenaren, familie Chardon, dit is jullie moment. Hier willen we een uitzondering voor maken, dames en heren. Kijk eens wat een emotie, wat een mooi moment. Ze vliegen elkaar hier om de hals. Die prachtige Silver Bowl, destijds aangeboden door de familie Witteveen uit Canada. Elk jaar weer uitgereikt aan de kampioen der dekhengsten. En wat was er een sfeer hier op Indoor Friesland, was maar de tweede editie weer dat we hier waren. 15 jaar geen indoor gehad. We hadden dit jaar alweer 500 zitplaatsen meer dan het jaar daarvoor. En het was 3 dagen uitverkocht geweest. En hier de hoofdrolspeler, kampioenschap, winnaar van de Silver Bowl, Jurre 495.
En de fokker mag niet ontbreken. Dames en heren, een mooi moment. Fokkers, eigenaren, de mensen achter Jurre hier bij elkaar. En dan weet je niet, wat er vandaag nog meer gaat gebeuren. Want het is nog nooit in de geschiedenis van het KFPS gebeurd dat een stamboeknummer van een hengst veranderd gaat worden. Maar wie weet, het is nu nog Jurre 495. Misschien is het straks wel Jurre 496. Who knows? Maar nu de eerronde. Jelmer, knallen met Jurre. Daar gaat hij. Mensen, het is er nu. Come on! Prachtige beelden. Familie Chardon Provisat, Fokkers gefeliciteerd. En Nijmeijer, mede-eigenaar. Zij gaan de baan weer verlaten.